Ik ben Sarina. Ik ben Eva. Ik ben Jeff. Ik ben Ruben en ik doe mee aan stand-up comedian. Spraakgebrek. Maar een spraakgebrek hoeft helemaal geen probleem te zijn, zolang de boodschap maar overkomt. En dat is zeker het geval voor de leerlingen van de middenscholen in Beringen. Ze kregen een cursus stand-up comedy. Welk gevoel heeft die man als hij zijn tekst doet? Is die gelukkig blij? Nee. Jij maakt graag lawaai, hij overdrijft enorm. Hij overdrijft enorm. Na 10 weken hard oefenen, mogen de leerlingen optreden voor vrienden en familie. Het is zo dood, dat is zo keischattig met je zo'n douche en zo'n oranje shorts. Kan er iemand doorgaan? Oh, gewoon niet, want ik heb geen tweede ogen. Ik had iets over Dora gevraagd. Dat meisje mij niet echt aanstaat. Ik vond ze niet zo geweldig. En die bos? Ja, mensen, echt waar. Die bos niet graag! Volgens mij hebben die mensen iets met pratende figuren. Ik weet niet helemaal. Ik heb Esther Bryan gevraagd. Ik heb Paris Hilton. Heb je die haar voice dan al eens gehoord? Die praat dus Nederlands met English words ertussen. Oh my god, hoe doet die dan? Ja, belachelijk. Ja, zij begon met het idee van Esther Bryan en we wilden niet alleen optreden, dus had ik het idee om daar nog een beroemdheid bij belachelijk te maken. En toen zijn we op dat idee gekomen. En dan ging ik zien. De workshops worden gegeven door Ingrid Dullens, finaliste van het Leids Cabaret Festival. We gaan kijken hoe welk je bent en ik ga op het einde iedereen zeggen waar die aan moet werken. Ik heb hen geleerd eigenlijk van hoe kom ik aan een goed idee, wat is een goed idee en hoe ga je daarna op zoek. We hebben verschillende invalshoeken gezocht en vanuit daar hebben we dan geschreven en gewerkt, geïmproviseerd. Dus het is echt van de kinderen, er zit niks van mij tussen. Het is echt helemaal van hen. Het heeft ons zoveel geleerd. Ik lach niet meer tijdens als ik iets vertel of zo. Hè. En ja, in het begin deed ik dat wel. En ja, nu meer, dus daar ben ik wel heel blij om. Heel veel complimentjes hebben we al gekregen. Dus. Ja, de eerste reacties waren heel positief, dus zeker voor herhaling vatbaar.